Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango, Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 mei 2015. Dit is het bulletin van woensdag. This is Peter John of Emergency Radio. Today we only have a large item in Dutch concerning an outage of the internet for a short while in the whole country and the possible effects of the sun on the integrity of our data networks. Vanmiddag rond 12:30 was er een probleem in de Amsterdam Internet Exchange, een punt waar onverstandigerwijs de meeste verbindingen via internet in Nederland samenkomen. De uitval viel samen met een matig grote activiteit op de zon van de uren ervoor. Wetenschappers vrezen nog altijd een keer voor het opnieuw voorkomen van een zogenaamd Carrington-event tijdens zonnevlekkencyclus 10, ook bekend als de zonnestorm van 1859. Astronomen Richard C. Carrington en Roger Hodgson merkten de uitbarsting op als een grote witte lichtflits. De zon stootte een zogenaamde coronal mass ejection uit, in het Nederlands heet dat een plasmawolk. Zo'n plasmawolk is een massale uitbarsting van zonnewind, ander licht, isotoop, plasma en magnetische velden die boven de corona van de zon uitkomen of de ruimte in worden geslingerd. Het is niet helemaal hetzelfde als een zonnevlam. Het Carrington-event was zodanig sterk dat het poollicht van de Zuidpool zichtbaar was tot net onder Indonesië. Een dergelijke uitbarsting kan een zogenaamde solar EMP veroorzaken, een elektromagnetische puls die gelijkenissen vertoont met EMP's veroorzaakt door bepaalde nucleaire wapens. Wetenschappers gaan ervan uit dat wanneer een dergelijke uitbarsting de aarde nu zou treffen, dat over grote gebieden enorme problemen zou veroorzaken voor de moderne beschaving, met een schade oplopend tot bij benadering tussen de 600 en 2600 miljard. Een zonnestorm van 2012 was even sterk als het Carrington-event, maar die trok weliswaar door de baan van de aarde, maar raakte de aarde zelf niet. Kleinere zware zonnestormen waren er in 1921 en in 1960, toen dat grote gevolgen had voor de communicatie via de korte golf. In maart 1989 zorgde een zonnestorm tijdens zonnevlekkencyclus 22 ervoor dat grote delen van de elektriciteitsvoorziening in Quebec in Canada uitvielen. Deze storm werd ingeleid door een X-15-klasse zonnevlam op 6 maart, gevolgd op 9 maart door een plasmawolk die pas 3,5 dag later, op 13 maart, 3:15 de aarde trof. De eerste tekenen van die zonnestorm waren een zeer intensief poollicht van de Noordpool dat tot in de zuidelijke staten Florida en Texas te zien was. Opmerkelijk genoeg waren de gevolgen op aarde in met name de elektriciteitsnetten en bij de communicatie het grootst. Satellieten raakten van slag en ook in het Space Shuttle Discovery, op dezelfde dag gelanceerd als de uitbarsting toesloeg, raakten enkele sensoren van slag. Die problemen in de ruimte losten zich echter na een aantal uren vanzelf op. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. Met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xapenstaartje.xdv.me. En eerdere uitzendingen zijn te vinden op p0ete.nl. Wil je mijn nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. En kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango, Echo.